Hartelijk welgekomen. Prachtige dag vandaag. Dus we zitten samen op de boot voor de komende 30 minuten. En het is nog heel rustig op dit moment in Brugge. Ook nog niet veel boten op het water. Het is wel belangrijk om steeds je handen en je armen wel in de boot te houden. So right now we just went underneath the Bonifacius Bridge. And that's also the smallest bridge of Bruges. And we also call it the Lovers Bridge, because a lot of people that are going to marry love to take pictures on it. It's also a young bridge, built in 1911, which is quite young for Bruges. We go to the brug that we net over there had. Wordt ook de liefdesbrug genoemd. En het is ook een vrij jonge brug, gebouwd in 1912. A bit low. Don't be surprised. And behind the bridge, a beautiful view of the old St. John's Hospital on your right side. Dus opletten, de volgende brug is ook een beetje aan de lage kant. En na de brug een mooi zicht op het oude St. John's ziekenhuis. Hier is het oude St.John's ziekenhuis, dat is aan de rechterkant. Dus dat is ook een van de best bewaarde middeleeuwse ziekenhuizen van Europa. Gesticht in de 12e eeuw en het heeft gewerkt tot 1976. So the old St.John that we're passing on our right side is one of the best preserved medieval hospitals of Europe. Founded in the 12th century and it served until 1976. And now it's a beautiful museum. There's also an old pharmacy inside of the 17th century. Het is een museum nu. En er zit ook een oude apotheek in van de 17e eeuw. Also the Hans Memmingen Museum is inside of the hospital. He was also a famous painter of the Flemish primitive. And now in a few moments we're gonna go underneath the lowest bridge. So please be careful, the bridge gets lower and lower. Dus opletten, we gaan hier onder de allerlaagste brug. Mind your cameras, mind your phones. Okay, everybody's still in. And the entrance to the Béguinage is over the bridge to the right, also beautiful to visit. It feels like a little village in the center of Bruges almost, so you can just walk in during the day. And nowadays, Benedictine sisters and single women live there. Dus als hier de ingang tot het geheim was, over de brug hier naar rechts, moet je zeker ook een keer binnenwandelen. Het is altijd open gedurende de dag. Ik voelde als een klein dorpje binnen in de stad. Tegenwoordig wonen er alleenstaande vrouwen en ook nog een aantal zusters van de Benedictijnse orde. En voor ons is het sluizenhuis, dus die regelt ook het waterniveau in de binnenstad. En achter het sluizenhuis is het binnenwaterpark. Zo, hier is het van de Lochhout. En de Lochhout was zo hoe de water met het groeit. En behind the log house is the Lake of Life. The water level is also 1 meter higher on the other side.
the view here right now. We used to have over 100 swans at Bruges, but now there's around more or less 80 swans still at Bruges. Dus vroeger hadden we er een pak meer, maar nu leven er toch nog rond de 80 zwanen, dacht ik, met Brug. Dat is er ook de oude brouwerij, de Halve Maan. En ze brouwen een aantal biertjes, waaronder ook de populaire Brugse zot. Straffen hebben ook. Het is een museum en natuurlijk kun je ook degusteren. So this is the oldest active brewery on our right side, fast food. And they brew the popular local beer here, Brugse zot, the full of food. Also straffen hebben, that's the very strong beer handle with candy. And it's a museum, you can of course also taste the beer. You will definitely leave the place happily. Okay, the low bridge, mind your head. Opletten voor de brug. And this is also the oldest church in front of us, St. Saviour's Cathedral. The foundations go back to the 10th century. In those days it started as being a small chapel. Dus dat is de oudste kerk die onze linkerkant, St. Salvator's Cathedral. De fundamenten gaan terug tot de 10e eeuw. Het begon als zijde een klein kapelletje. Don't stand up. Al die huizen hier aan onze rechterkant, dat zijn ook privéhuizen van de 17e en de 18e eeuw. So all the houses on our right side are private houses of the 17th and the 18th century. Lovely places. But in the high season it can be quite noisy with all those boats. Here you can also see the smallest Gothic window. There it is above the black windows on the left. Do you see it? It used to be a little spy window, little window there. Dus daar kleinste gotische raampje van Brugge, boven de zwarte ramen aan de linkerkant. Het was ook vroeger een spionageraampje. Little window there. And also here the Palace of the Lords of Ruudhuizen, also beautiful cargoes. Now a beautiful museum of antiquities. Dus mooie waterspuren van het paleis van de heren van Ruudhuizen bovenaan.
En de Grootgeuse brug is de volgende brug. Het bestaat uit drie delen, je kunt het zien. De Grootgeuse brug hier exists out of three parts. This one is from the 17th century, 16th and the 15th century with the stalactites. Het laatste stukje met de stalactieten is van de 15e eeuw. Dan ook nog een stukje 18e en 19e eeuw, de laatste brug van de stad. Also a city map of Bruges, made in Nantes. On the right, stadplan in Kant vervaardigd, aan de rechterkant. En daar hebben we ook het Groeningen met de blauwe poort. Dat is ook een schilderijmuseum. Een mooie collectie van schilderkunst van België en Nederland. Van de 15e tot de 20e eeuw. So painting museum with the blue guys, de Groeningen. Beautiful collection of paintings from Belgium and the Netherlands. From the 15th until the 20th century. Is er ook nog een gezellige brouwerij aan de linkerkant, Bourgogne de Flandre, en dan is het Cold Brewery aan de left. Bourgogne de Flandre, with the closing day today. Also here, be careful for the bridge, especially when you're sitting on the right side of the boat. Mind your head. Dus opletten voor de brug, vooral aan de rechterkant, opletten. Er is ook een prachtige plek, de Rozenhoutskaai. Vroeger was dat hier ook de zoutgaten in de middeleeuwen. So a lovely spot here. This also used to be the salt port in the Middle Ages. Also one of the most photographed spots of Bruges. And also here a beautiful view of the Belfort. Er is ook een prachtig stuk op het Belfort. I'm just gonna stop there in a moment. So when you look at the tower, you can also see it's not straight. The belfry leans 1 meter to the right, to the southeast. And it's really nice to go up the tower if you have the time. Do so, so you can stand underneath the bells, the 47 bells. That's the highest point. But you do have to deal with 366 steps. So it's a good workout. Don't do it maybe after visiting the brewery. But of course a beautiful view. When the weather is clear like now and also the next few days, it's also possible to see the North Sea just 15 kilometers away, one time. Dus de moeite waard om er een keer op te gaan op het Belfort. Uiteraard een prachtig zicht, zeker bij mooi weer zoals nu. Je kunt ook zien dat de toren niet helemaal recht staat. Dus hij leunt een metertje over naar rechts, naar het zuidoosten. Er zijn wel 366 treden gelift, maar je kan regelmatig een keer pauzeren. Dus laat het je niet afschrikken om het te doen. En op een heldere dag kun je tot aan de Noordzee zien. Door het voormalige justitiepaleis met de vier duiventoren. Tegenwoordig zit hier nog een deel van het administratieve centrum van Brussel. So this used to be the old Palace of Justice on the left with the four pigeon towers. Pigeons used to be message bringers, flying fax machines. And nowadays it's a part of the administrational center of Bruges. And also the next bridge is one of the oldest ones, that's the main bridge in front of us. And this one is built
in the 13th century. And also still heavy trucks drive over it. Dus dat is een van de oudste bruggen hier, de Meebrug voor ons. Gebouwd in de 13e eeuw. I must say, a few years ago, pieces were falling down. But it got restored. We are safe. That's also a beautiful one, the next one, the Vorse Bridge. Pretty old too. Very picturesque. It also stands on many postcards paintings of Bruges, the Vorse Bridge. Dus paardenbrug hier voor ons, dat is ook een schootje. Schilderachtig, die staat ook op veel postkaarten en schilderijen van Bruges. En in totaal hebben we zo'n 43 kleine brugjes in de binnenstad. So we have approximately 43 little bridges in the inner town. En een heel mooi stuk van Bruggen. Dat is hier ook het Anna-kwartier. En we noemen dit hier ook de verloren koek. En als je tijd hebt, is het echt de moeite waard om op hier te komen wandelen en ook op de dwalen. Want het is hier ook een labyrinth van allemaal smalle straatjes en steentjes. Hier vind je geen winkels, maar wel gezellige lokale cafés, lokale restaurantjes. Er zijn er ook nog een aantal musea, waaronder een kampmuseum. And also a nice volkskunde to see. So this year, here is a beautiful area too. We have arrived now in the Sint Amts Quarter, and we also call this here the Lost Quarter of Bruges. And if you have the time, also come here to just walk around wonderful. The canal here on our right side has also connection with the North Sea, just 15 kilometers away, one side, that way. Dus het kanaal aan onze rechterkant heeft ook verbinding met de Noordzee, slechts 15 kilometer van hier. En hier zijn we nu ook aangekomen in een deel van de oude middeleeuwse haven. En het gebouw met de toren voor ons, dat is de Poortersloge. En vroeger was dat ook een ontmoetingsplaats waar rijke zakenlieden van Brugge transacties maakten met handelaars die er toe kwamen van over heel Europa. So this here used to be a part of the old medieval harbor. And the building with the tower right ahead of us is the Porter's Lodge. And that also used to be a meeting place where business people of Bruges used to make transactions with merchants arriving here from over the whole of Europe. And ook hier op het einde, dat is het Jan van Eyckplein, dat is ook een gezellig pleintje met zijn standbeeld. Dus Jan van Eyck was ook een bekende schilder van de Vlaamse primitieve. So also here at the end is the Jan van Eyck Square, which is also a really beautiful square to visit. With his statue, Jan van Eyck was also a famous painter of the Flemish primitives. And you also see that white thing standing here just right ahead of us now near the water edge. There's some.
deze vergadering komen. Door het nieuwe brug te vragen naar de linkerkant. Die hoorden we langer in de recht voor ons, in dat spannende straatje recht voor ons, daar begint ook het oudste café van Brugge, café Vlechtingen, wat een vlak, maar ik stel dat het 1500 betekent. So here that barrel street right ahead of us, there you also find the oldest café of Bruges, where you see the flag. The name is Café Vlechtingen, and it exists in 1500 betekent. Today and tomorrow are closing days, unfortunately, but if you're still around on Wednesday, it's really worth a visit. Lots of local people love to go there too. Druk veel trapgeven, zie je nog een keer links. Met de waterdruk 1675. Lots of step table facade, which also quite a few now on the next line. Step tables are a style of the 17th, 18th century, actually popular in general in Flanders, and you also see them in other northern European countries as well, like the Netherlands, Germany, the north of France. Trapgevers zijn heel populair in Vlaanderen, dat is zelfs van de 17e, 18e eeuw. En uiteraard ook heel populair in Nederland, Duitsland. En ook voor de water, op het kanaal van Bruges, fresh water, as you're in fresh water, it also contains a lot of fish, mainly eels and carp. It also contains a lot of salt. And this is here the deepest part. Here it's around 2 meters deep, 2 meters and a half. In a lot of places that we were before, you can actually find it. This is overal good water in the area of Brugge. Ook veel paling en parken in het water. En ook veel fietsenproducten in het water. En dan is hier dus het diepste gedeelte 2 meter, ongeveer. Op veel plaatsen waar we geweest zijn, kunnen we de rest staan. Of the oldest bridge with the oldest church and the old palace of justice, when there are no cars passing, of course. Dus een mooi zicht hier ook van de oudste brug met de oudste kerk en het verbale justitiepaleis. So if you could really capture the perfect picture now, it's really worth it to come back here to the old bridge to take some. Very close to the fish market. Buy some fresh
the morning from Wednesday until Saturday on the other side. Dus dat is de wind van China aan de linkerkant. Ik vind er ook nog steeds zwarte noordjes uit kopen van woensdagmorgen tot op de zaterdag. Another beautiful view in just a moment when the sun is not in our face of that hotel with the wooden clock on. So then it's a boy waiting of a hotel by the Golden Eagle. It looks a lot older than it actually is, the hotel. It's built in the 1920s, 1930s. It's just 100 years old. But it's based on how the houses used to look like in Bruges in the Middle Ages. Het is slechts 100 jaar oud, prachtig hotel, gebaseerd op hoe de huizen vroeger uitzagen in de middeleeuwen. Mind your head, especially people sitting on the left side of the boat now. Mind your head for the brug. Dus opletten voor de brug, vooral die aan de linkerkant. En na de brug een mooie brug op het oude station. So behind the bridge, a beautiful view of the Church of Our Lady. And the Church of Our Lady is also completely made of brick. And it's also the second